Blijven we nog even in de innovatie van ons voedsel, want het zou dé oplossing kunnen zijn om gezonder te gaan eten zonder dat we ons eetpatroon volledig moeten aanpassen. En gewoon doordat we een onzichtbaar laagje gelatine over ons eten sprayen. En daarin zitten dan ook nog extra vitamines en mineralen verwerkt. Het heet verrijkt voedsel, oftewel fortified food. En Diederik Bruins uit Den Bosch die heeft het bedacht. Diederik, het staat hier op tafel. Bij de gedachte dat er een soort spreetje over mijn eten zit, zegt alles in mijn lijf nee. Mm-hmm. Hoor je dat vaak? Nee, dat hoor je bij de mensen die het voor het eerst zien. Ja. En dat is een hele normale reactie. En wij zeggen altijd dat is een fantastisch unfair advantage, zoals de Amerikanen zeggen. Dat is iets wat de rest niet heeft. Oké. Okay. Dus het feit dat wij dus dit kunnen laten zien. Maar je ziet er niks van. Nee. Zit het hier nou overeen? Ja. En hoe kunnen we dat laten? Ja, we kunnen dat gewoon laten zien. Hè? Dus je kunt het bord gewoon optillen. Ongelooflijk. En je kunt het allerlei kanten uitdraaien en het valt er niet af. Maar je ziet ook heel duidelijk een glans zitten. Ja. En het effect daarvan is dat bijvoorbeeld bij worteltjes die normaal gesproken uitdrogen als je ze een tijdje hebt staan. Als je dat laagje eroverheen hebt zitten, blijft het mooi glimmen. Wat was jouw eerste reactie, Bob, toen je hiervan hoorde of wist? Heel veel kansen. Je kunt hier zo verschrikkelijk veel mee oplossen. En wat je ook ziet, het ziet er gewoon heel mooi uit. Dus dat doet ook veel met smaak, veel met eetlust. Dus veel kansen voor ouderen. Medicijnen die je kunt verwerken, makkelijk te slikken. Dus dat is ook een belangrijke. Jij noemt meteen alle voordelen op. Ja, er zitten heel veel als ik het zo. Wat zit er nou bijvoorbeeld in deze laag? In deze laag zit de dagelijks behoefte aan vitamine D en calcium. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat je andere balans hebt tussen de hoeveelheid koolhydraten, oftewel aardappelen of pasta in dit geval. Mm-hmm. Ja, en wij verhogen juist de hoeveelheid eiwitten. En dat is eigenlijk wel iets wat de meeste mensen behoefte aan hebben. Ook goed voor sporters dan? Ook voor sporters, ja. Oké, even naar het verhaal dan. Want hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, je zag eigenlijk in de hele voedingsbranche dat er gekeken wordt naar een behoefte aan vitamines in het eten. Mm-hmm. Alleen als je dat in het kookproces doet, ja, zelfs als dat je spinazie te lang doorkookt of andere groenten, ja, dan hou je geen vitamines meer over. Nee. Dus het idee is na het kookproces iets helemaal toepassen. Niks? Ja, als je te lang doorkookt, dan is het inderdaad eruit. Hè? Dus als je dingen gaat pasteuriseren of op een andere manier gaat behandelen, verlies je altijd vitamines. Hè? Dus als je het eten vers maakt, en zo vers mogelijk, van verse ingrediënten, snel en goed bereid, dan heb je het beste effect van vitamine en mineralen die in het eten zelf zitten. Okay. Als je dit laagje eroverheen doet, krijg je ook nog dat de dingen die je niet hebt, zoals bijvoorbeeld vitamine zon, hè, die zitten hier nu in. Zo makkelijk. Ja. Hoe werkt het om die laag erop te krijgen? Ja, dat doen we met een foodrobot. En die hebben we ontwikkeld, de eerste versie ervan. Dan moeten we nog wel een heleboel in doorontwikkelen. We zien het op de achtergrond. Ja, en dat is een machine die dus in 2,5 seconden 1000 hele kleine druppeltjes van dit laagje op het bord doet. Precies gedoseerd. En daarmee maken wij die mooie laklaag. Ja, het ziet er ook wel weer een beetje apart uit, hè? Het is alsof je door de wasstraat gaat met je eten. Een vitamine douche noemt mijn dochter het. Ja, een vitamine douche. Ja. Klinkt ook wel heel leuk. Wat vind jij ervan, Eelco? Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Ja, dat gaan we zo doen, inderdaad. Want jij noemde al een aantal voordelen hiervan. Je kunt hier heel ver mee komen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan kinderen. Ik heb zelf een jonge dochter, die heeft een hekel aan groente eten. Is dat ook iets voor om hier iets mee te doen? Of is het totaal de andere kant op? Nee hoor, nee. Je ziet een aantal toepassingen ook naar kinderen, ook naar de momenten. Mm-hmm. Je merkt dat de smaken van het eten wat meer naar voren komen. En ook daarin is het weer, gewoon als kinderen gewoon vers groente op tafel krijgen, en het is een mooie combinatie, dan zeker als ze het zo gepresenteerd krijgen, en dan ziet het er aantrekkelijk uit, dan eten ze het op. Ja, dus medicijnen? Daar kun Medicijnen is de toekomst. Hè. We kunnen nu vitamine en mineralen eraan toevoegen. Dat valt onder de foodwetgeving. Mm-hmm. En we hebben de ambitie om binnen een jaar of vijf ook met de wetgeving vanuit de pharma gewoon de eerste medicijnen erin toe kunnen voegen, zodat mensen geen pillen meer hoeven te slikken, maar gewoon een bord leeg eten. Oké, okay. Zou jij dit opnemen bij jou in het bedrijf? Nou ja, Hutte speelt zelf een vers propositie. Ja. Maar dit is wel van een hoge kwaliteit. Dus, ja, ik zie absoluut heel veel kansen voor Diederik met het idee. Mm-hmm. En voor jou? We zijn samen in gesprek, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, jullie zijn er al over bij. Maar jij staat ook een beetje aan de voet toch ook wel van de mede... Ja, we hebben het samen ontwikkeld, Diederik het idee. En we hebben getest bij ons in het centrum. En we zijn ook wel een beetje trots op Diederik. Want het is echt heel knap wat hij doet. En we hebben een beetje mee kunnen helpen. Oké. Okay. Zit er aan de andere kant ook nog een soort gevaar aan? Bij wijze van, ik zeg, spray mijn Big Mac maar even met een schijf van 5. Dat mensen nog minder om dat eten gaan geven, omdat ze denken, joh, doe die spray eroverheen en we zijn klaar.
Nee, dat gevaar is er niet. Om te beginnen werk je met gekwalificeerde maaltijdfabrikanten, zoals Hutte, zoals Henri in Drunen. Dat zijn echt mensen die met de waarde van het eten bezig zijn. Mm-hmm. Lokale bedrijven die het leveren, mooie productie, gecertificeerd. Zorgen er gewoon voor dat het zo natuurlijk mogelijk is. En vers. Ja. Liefst ultravers. Mm-hmm. Nou, dat zie je ook aan de producten die ze leveren. En dat wordt door de zorg geaccepteerd, wordt door retail geaccepteerd. Foodservice vindt het fantastisch. En het gaat om kwaliteit van het eten wat zij bieden. En bij die bedrijven, daar komen onze voedrobots te staan. En dus niet bij de McDonald's. Oké. Maar het is geen thuisspreetje over 10 jaar die ik er zelf even overheen kan walsen? Nou ja, zover in de toekomst kijken we niet. Onze ontwikkelrichting is meer richting de medicijnen eraan toevoegen. Mm-hmm. En dat ga je natuurlijk zeker niet bij de mensen thuis doen. Nee. Wordt het al toegepast? Wordt het ergens al gebruikt? We zijn nu met topsporters bezig. Die gaan vanaf de tweede helft mei gaan we daar richting Rio gaan we een aantal mensen Gaaf. Begeleiden. Ja. Dat is superleuk. Met diëtisten en topsporters. We zullen kijken wat ze gaan presteren. Ja, hopelijk allemaal 2 paraats omhoog. Hè?